De nieuwe verklaring van Amin heeft in Kenia grote verontwaardiging gewekt. Al 4 dagen lang worden overal in het land demonstraties gehouden tegen de Oegandese president. De werkzaamheden van de Oost-Afrikaanse gemeenschap, waarin Tanzania, Kenia en Oeganda samenwerken, zijn stilgelegd. De Keniaanse president Jomo Kenyatta heeft al verklaard dat hij niet meer aan één tafel wil zitten met de man die een groot deel van zijn land wil opslokken. De situatie die door de eisen van Amin is ontstaan, zal de komende week worden besproken op de ministersconferentie van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid in Addis Ababa. Een bericht uit Nederland. Minister Van Doorn streeft samen met de omroeporganisaties naar uitbreiding van de Hilversum 4-uitzendingen naar de avond. Deze uitbreiding mag niet ten koste gaan van Hilversum 2, dat na 17 uur de FM-zender bezet, waarop Hilversum 4 overdag uitzendt. Er zijn de laatste tijd veel klachten binnengekomen dat de liefhebbers van klassieke muziek die overdag moeten werken, niet naar Hilversum 4 kunnen luisteren.